Tot ja. Ja, als opener van de avond is altijd bijzonder. Dan is het publiek nog niet zo warm. Het kleine beetje publiek dat er was. Maar ja, het ging eigenlijk best wel goed. Volgens mij was het vanavond een VVD optreden. Dus vanavond ja, de Kelder nu VVD optreden erbij. Een weekje geleden speelde nog op Theaterpop en Puppeltheater. Daar hebben we ook een dikke maand geleden ons eerste optreden gedaan. Vorige vrijdag stonden we in de Voorhande van Nu of Nooit in de Bosuil. En we hebben nog op Divers Festival mogen spelen in de Groove. Dit is speciaal voor mij. Het liedje Wait gaat over een persoon die dermate in een depressie zit. En jij als buitenstaander daar daarbij staat en het ziet gebeuren. En je ziet dat die persoon steeds verder naar onder gaat. En er is eigenlijk niks wat je kunt doen. Dan maar er voor diegene zijn en wachten. De inspiratie van liedje Wait komt van het zusje van mijn ex. Die is de persoon waar het liedje eigenlijk over gaat. Take a look, hold your thought. Make a change before the curtain falls. We are here now. Ik denk vooral dat we de insteek hebben dat we er niet heel erg mee bezig willen zijn, dat we op de radio willen komen of commercieel succes willen behalen. We willen eigenlijk een beetje op de ouderwetse manier doen. Dus echt de focus op het nummer de ruimte geven om te laten ademen, om de sfeer in te laten komen. En dat we gewoon echt muziek willen maken vanuit het hart en vanuit emotie en vanuit passie. En dat we niet met muziek bezig willen zijn als een product en niet met marketing en al die zaken bezig willen zijn. Rest your head, clear your mind. Als live act vooral. Ik denk dat we ons ook verder kunnen ontwikkelen in het meerstemmigheid qua zang. En vooral ook wat Steven net aangaf, gewoon goede nummers schrijven en muziek maken vanuit ons hart. We hebben eigenlijk twee staan in onze bio. Alleen met Led Zeppelin, dat gaat niet, want de drummer leeft niet meer. En met Fleetwood Mac gaat niet, want de gitarist is de rest van de band aan het aanklagen. Dus dat lijkt me ook een beetje lastig. Ik denk sowieso dat veel van de artiesten die wij tof vinden, die zijn ofwel dood of doen niks meer. Ik zou best wel graag 24 uur met Dave Grohl in een ruimte willen zitten eigenlijk. Met heel veel instrumentarium. En dan gewoon chillen met elkaar. You're living in a false perspective.
vooral doen, vooral veel muziek maken samen en gewoon gaan optreden en niet bang zijn om te gaan optreden. Ik denk dat Kiek en ik ons allebei nog kunnen herinneren dat we met ons eerste bandje aan het spelen waren. En dat was allebei waarschijnlijk erg slecht, ik kan voor mezelf spreken, maar dat zou voor jou niet heel anders zijn. Maar ja, als je begint, dan ja, als je echt helemaal in je begin zit, dan gaat het gewoon vaak niet goed. Maar dat kan je al aanzien dat het niet goed was, op dat moment vind je het tof. Maar dat is het vooral. Als je op dat moment tof vindt, moet je gewoon durven om ermee te gaan optreden en op die manier groeien en vooral veel samen muziek maken en proberen lol erin te hebben. Ja, en vergeet vooral niet dat het, dat het muziek maken en het samenspelen vooral gaat omdat jij het leuk vindt. En dat dat echt de kern is. Dat jij het vooral leuk moet vinden en eigenlijk scheid moet hebben aan de rest. Sorry voor mijn Frans. Ja, wij zijn Nighthawker en check ons op Facebook en Instagram en al die andere dingen. Hopelijk komt binnenkort onze nieuwe EP uit. Onze oude EP staat op Spotify en alle online luisterplatforms. En hopelijk een keertje tot live misschien. Ons eerstvolgende optreden is 1 december in het Cultuurhuis in Heerlen. En ja, we hopen dan heel veel mensen te kunnen zien.